Goed, we zijn hier vanavond bij het Tegpunt in de sponsoravond van OVIOS. Ja, Hans Kraaij junior en Bas Nijhuis, bekende mensen hier in Nederland. Hans, een avond als deze, hoe bereid jij jou daarop voor? Nou, eigenlijk niet. Ik bereid me daar net zo voor als Bas, die morgen Feyenoord AZ voorbereidt, moet fluiten. Niet. Ja, we gaan hier onbevangen naartoe. Het is net Voetbal International. Je gaat zitten. Bert van Lossen stelt de vragen. We vertellen wat anekdotes. Dus eigenlijk zijn we heel bevoorrecht dat we dit mogen doen. Want we krijgen er nog wat voor ook. Ja, Voetbal National, daar komen we straks op terug. Bas Nijhuis, mogen we zeggen dat jij een van de toonaangevende scheidsrechters bent hier in Nederland? En misschien ook nog wel in België? Ik vind het wel goed klinken, dus dat mag u wel zeggen, ja. Ja. Ja, altijd al gedacht toen je een klein jongetje was, je denk ik vroeger zelf wel gevoetbald. En denk je nou, ik ga scheidsrechter worden. Ja, als je niet kunt voetballen, dan zegt ze van ja, dan word je scheidsrechter, hè. Maar ja, als je niet kunt voetballen, word je keeper. Ja, keeper. En daarna, en dan kun je helemaal niet voetballen, dan word je scheidsrechter. Dus zo is het bij mij gegaan. Ja. Mijn vader was scheidsrechter, zo ben ik eigenlijk een beetje ingerold. Ja. Hans, ja, je bent vanavond lekker op dreef. Volgens mij, als je alleen was, had je ook gered hier vanavond. Nee, ik vind altijd leuk. Wat ik heel erg leuk vind is, je kunt wel hier als Bas Nijhuis of als Hans Kraaij junior, en dat maakt allemaal niet uit omdat we toevallig af en toe een keer op televisie zijn en Bas staat hier grote wedstrijden fluit, hebben wij het voorrecht dat we hier mogen zijn. En dan kan je heel bij de hand achter de microfoon gaan staan en een uur heel wijsneuzerig lopen doen. Wij vinden het leuker. Bas, ik, dat doet Johan Derksen ook het liefst. René van der Gijp en Wilfried Genee. We vinden het leukst om gewoon en provies, lekker ontspannen vragen vanuit de zaal te beantwoorden. Iemand die het aangeeft, waar wij af en toe wat voorzetjes aan geven. En gewoon lekker ontspannen een leuke avond hebben met mensen die allemaal heel veel van hun club houden. Zoals hier alle sponsoren van OVIOS. Ja. Bas, ja, scheidsrechter in het betaalde voetbal. Als normale toeschouwer voor tv lijkt het heel moeilijk, want er gebeurt heel veel. Vroeger had je één camera, nu heb je er 20. Ja, je wordt wel eens afgerekend op beslissingen die je neemt. Hoe ga je daarmee om? Ja, dat is logisch. Dat gebeurt gewoon. En we weten dat je thuis voor de buis heb je gewoon 3 herhalingen en dat ziet het allemaal makkelijker. Maar goed, dat hoort erbij en dat weten wij ook. Maar als je daar niet tegen kunt, dan moet je ook gescheidsrechter worden. Dus, ja. Maar word je daarin gerespecteerd met commentaar wat je krijgt over bepaalde dingen? Natuurlijk, maar je hebt ook te maken, je hebt vaak met trainers te maken die na een wedstrijd geëmotioneerd raken. Het is logisch, maar die weten ook, die worden natuurlijk ook gevraagd door mensen, interviewers natuurlijk direct na de wedstrijd. En daardoor krijg je natuurlijk ook wel reacties. En er wordt natuurlijk over gesproken. Kijk, Hansen praat er maandag ook over. Als ik een fout maak, dan is het maandag als eerste natuurlijk daar nieuws. En vooral na vanavond. Dus je weet dat het gebeurt en daar moet je niet voor weglopen. Ja. Hans, haal je wel eens streken uit tegenover trainers dat je denkt, haha, ik heb je moeten pakken, gast. Nee, dat was eigenlijk voor Bas met die 7 minuten blessuretijd, met een dik advocaat. Of niet? Ja, dat is lang geleden dat je 7 minuten niet aangeeft en dat je dan... Heel apart viel. Vragen aan mij stellen en jij geeft antwoord. Ja, nou heb je het voor elkaar. Nou wordt Hans, je kunt nu beter terug gaan. Maar op tv moet dat zo. Dat gebeurt voor mijn eerste dag, gebeurt ook zo, dus het moet hier ook gebeuren. Dank je wel, Hans. Nee, maar je probeert soms dingen wel eens uit. De trainers die nog wel eens een keer geëmotioneerd kunnen raken, die probeer je wel eens uit. Zo gaat dat, zo doen hun dat ook en zo gebeurt dat bij hun ook aan tafel. Dus wat dat betreft, ja. Hans, waarom ben jij de man die Louis van Gaal interviewt na de wedstrijd van Nederland Elftal? Waarom ik dat ben? Ja. Meer mensen. Ik kan Bas even erbij. Er zijn meer mensen die dit ook wel kunnen, Bas. Kijk eens even, deze interviewer denkt dat wat Bas doet heel makkelijk is. Ja. En dat Van Gaal interviewen heel makkelijk is. Maar dat zijn wel eventjes hele zware opgaves die wij eventjes moeten volstaan. Ja. Wij doen de wedstrijden en ik ben interviewer van SBS. En al een jaar of 14 bij het Nederlands Elftal. En ik moet eerlijk zeggen, ik snap waar je naartoe wil. We hebben 4 jaar van Marwijk gehad, we hebben 4 jaar van Bas gehad. Kan je geen ruzie mee krijgen. Hebben hun eigen verhaal. Zijn niet boos. Maar Van Gaal, dat is die vliegt er bovenop. Die heeft zijn eigen ding. Interesseert hem niet wat jij denkt, wat jij denkt. Het is best spannend om hem te interviewen. Maar ik vind spanning wel leuk. Ja, je bent een nuchter persoon. Maar ga je niet met pijn in de buik het interview met Van Gaal aan? Nee, ik vind het alleen maar leuk. Ik kan heel goed een paar draaien om oren hebben. En ik heb geen lange tenen. En ik kan incasseren, ik wil ook wel eens uitdelen. Anders kan je Van Gaal niet interviewen. En dan kan je niet bij Johan, René en Wilfried aan tafel gaan zitten. Nee. Alleen vanavond had ik een makkie met Bas. Want we hebben Bas een keer afgezekerd in Voetbal International. Hij is een mak als een lammetje. Ja, wat een belangrijke wedstrijd. Voor de rest, de scheidsrechters in Nederland. Ik vind dat we in Nederland wel goede scheidsrechters hebben.
Ja, maar dat hebben we ook. En dat is in elk land zo. In elk land klagen ze over de scheidsrechter. Zeggen ze van ja, die van ons zijn niks, we hebben liever de buitenlanden. Maar dat is in elk land zo. Kijk, als je scheidsrechter elke week ziet, dan kun je altijd wat vinden. En, maar het is gewoon zo. Het is natuurlijk veel makkelijker fluiten als je naar het buitenland gaat. Dan is de acceptatie is gewoon groot omdat ze je niet kennen. Maar we hebben echt helemaal niets te klagen in Nederland qua arbitrage. Ja. Hans, je had nog een mooi verhaaltje over Balotelli. Die wat cashgeld in zijn handschoenenkastje had zitten. Ja, dat is heel apart. Ik had vorige week begrepen, ik lees nog wel eens Engelse kranten. Ik heb een Engelse vrouw, een Engelse dochter. Ik heb er 2 jaar gevoetbald. Dus ik lees vorige week in de Engelse krant dat Balotelli is aangehouden door een politieagent. En normaal rijdt hij nogal hard en een snelheidsbekeuring interesseert die jongen helemaal niet. Dan rekent hij cash af en dan geeft hij nog £200 extra aan die agent. Zegt hij, fijne dag Bobby, zegt hij dan. Maar hij wordt dus vorige week aangehouden, Balotelli. En hij zegt, fuck, zegt hij, fuck. I didn't drive too fast for the first time. Nee, zegt hij, die agent. Dus ik wil gewoon even in die auto kijken. Reed een grote Maserati, dat is een van zijn 25 auto's. Dus die agent die zit in die auto te kijken, vindt in zijn dashboardkastje een envelop met £250.000. En die agent helemaal in de vlekken van, what's this? Hij zegt, I'm rich. That's all. Ja, heel simpel, hè? Dus ik kwam hem tegen na afloop van die wedstrijd tegen Italië. Ik zeg, hoe is dat verhaal gegaan? Hij zegt, ja, dat klopt. Hij zegt, I'm rich. En ik heb wel eens, Bas en ik hebben af en toe €7,50 bij ons in de auto. Een Balotelli £250.000. Zomaar in zijn auto, klaar, prima. Ja. Goed, we gaan het nu op de alimentatie hebben. Nee. Hey Bas, elektronische camera's bij de voetbal. Ja. Wat vind je ervan? Ik denk, zelf amateurvoetballer is zo, maar bij clubs als Barcelona staan miljoenen op het spel. Ik denk dat je daar wel kunt doen. Ja, maar zo is het ook. Ik denk als wij de voorronde Champions League bijvoorbeeld gaan fluiten, dat noemen ze de 10 miljoen wedstrijden. Als je daar een fout maakt van een bal wel of niet over de lijn, dat moet gewoon gaan gebeuren. Maar ik ben benieuwd hoe het gaat gebeuren, want het is natuurlijk ook een kostenplaatje waar die terechtkomt of die bij de clubs komt. Want ik denk dat je toch over doellijnbewaking alleen al 3-4 ton misschien wel praat. Dus ik weet het niet hoe het gaat lopen, maar dat er iets moet gaan gebeuren, daar ben ik absoluut voorstander van. Laatste vraag. Je had net over voetbal in National. Je hebt het net al een beetje uiteengezet. Jullie komen volgens mij een kwartier voor tijd qua uitzending bij elkaar. Op televisie lijkt het wel of jij een beetje de underdog bent, maar zo is het zeker niet. Het is een heel een beetje apart verhaal. Ja, nee, ik bedoel, ja, ik ben de underdog bij Voetbal International. Prima. Ik heb prima mijn leven. Ik krijg wel eens een draai in mijn oren. In het leven en in de voetballerij, als je zo graag in de publiciteit wilt zijn, dan ben ik één keer serieus, zoals Bas en ik en Johan Derks en René van der Gijpen. Wij willen graag in de publiciteit leven. Dan moet je vooral geen lange tenen hebben en 3 weken lang gepikeerd rondlopen als je een keer een draai om je oren krijgt of een keer een vervelende column over je geschreven moet worden. Ja. Maar om terug te komen op jouw vraag, Voetbal International, dat vraagt iedereen aan Johan Derks, aan René van der Gijpen en Wilfred. Er wordt niets voorbereid. Johan komt om 7:15 als de uitzending om 8:30 begint. Ik kom om 7:05, René om 8:10. En dan loopt de beginjournaal en dan is Danny Vera al aan het spelen. Dan missen we een presentator. En dan komt die paardenlul van de Wilfred Gené. Die komt om 8:45, 9:00 komt hij binnen. Wat gaan we doen? Nou, dat is Voetbal International en dat is het mooie eraan. Het is cult, het is lekker ontspannen. Prima. Ja. Bas, voor jou, laatste vraag. Wat zou je de misstand veranderen willen zien in het in het scheidsrechterse wezen in Nederland of over het algemeen, wat denk je nog van? Nou jongens, daar denken we zo van na en zou dat misschien wel niet anders kunnen? Het enige waar ik, daar hebben veel scheidsrechters moeite mee, is de doorgebroken speler in de 16. Ja. Alsjeblieft alleen een penalty en een gele kaart. En, het is al erg dat je een strafschop tegenkrijgt en dan ook nog rood. Maar goed, we weten, de FIFA die bepaalt de regels en dat volgen we allemaal. Maar dat zal wel een regel zijn die binnen de scheidsrechters ook wel heeft om te zeggen van snel veranderen. Ja, goed, Bas, bedankt. Hans ook bedankt. En ligt Sofie daar weer klaar voor? Ja. Is er weer duikelavond? Nee, Sofie ligt er niet klaar voor. Ik kan Nico Dijkshoorn hem volledig geruststellen. Het is geen dolle duikavond, het is geen maandagavond. Dus we slaan een avondje over. We slaan een rondje over, Nico. Maar dat haal je wel in, Hans. Maandag, Nico. Dan is er weer dolle duikavond. Dan klappen we er weer op. Hans bedankt, Bas bedankt. Een fijne avond. Jongens.